Toen Doudsen nog maar klein was, was ze aan het dromen aan een toekomstige carrière als model. Op 18-jarige leeftijd werd ze ontdekt door Paparazzi Model Management in Amsterdam. Al snel werd ze een veelgevraagd model voor grote merken en modeshow. In 2005 liep ze haar eerste modeshow voor Victoria's Secret. Met haar wereldwijde succes werd Doudsen het best betaalde model van Nederland. Eind 2007 werd kroes het gezicht van lingeriemerk Victoria's Secret. Ze hoefde alleen nog maar in de jaarlijkse shows van Victoria's Secret. Dit betekent niet dat Doutsen buiten deze shows niks meer deed, zo werkte ze samen met grote merken zoals Schuisschi, Raup, Lauren en Versace. In 2016 lanceerde Doutsen haar eigen merk genaamd de Doutzen Cruise Collection, waarbij ze lingerie en badkleding verkocht. Het merk werd een groot succes en zo was ze naast Doutsen is ambassadeur voor Dent 4 life een organisatie die zich inzet voor seksuele voorlichting en preventie van HIV onder jongeren. In 2015 werd Audsen Cruz benoemd tot Global Goals ambassador voor de Verenigde Naties. In deze rol zet ze zich in voor duurzame ontwikkeling en gelijke rechten voor mannen. Ze heeft ook het besluit gemaakt dat ze alleen model wil zijn voor merken waar ze zelf achter staat en niet voor corrupte bedrijven. Ook maken mensen zich zorgen of alles goed zou gaan met Audsen Vermogen. Doutzen heeft een mooie carrière weten op te bouwen en daar zal ze het vast niet bij laten. In het modellenwereldje kan het om miljoenen gaan, al helemaal als je samenwerkt met luxe merken zoals Schuisschi. Volgens de quote staan Nicky Plessen en Doutzen gelijk met een vermogen van 28 miljoen euro.